is dat, wat een feestje is het weer vandaag. Heerlijk. Ja? En dat betekent dat we Barney Sengels in de studio hebben van de Polderkool in de stad. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Heb je dit bij de tuin aan het omspitten? Ja, we zijn druk aan het verplanten nu. Hè? Het wordt wat kouder en de grond is weer nat. Dus we kunnen weer de tuin een beetje omgooien, zeg maar. Plantje verplanten. Maar is het nu echt de tijd om te verplanten? Dus ja, is het is een klein beetje vroeg. Maar ik wil heel veel dingen doen deze winter. Dus wij zijn een beetje op tijd begonnen. Meestal doe je dat meer in de herfst, zeg maar. Ja. Oktober, november begin. Het kan zelfs in de winter struiken. Bijvoorbeeld wacht je echt tot ze helemaal in het vroege voorjaar. Dus in januari eigenlijk, hè, ga je bomen en struik planten. Want dan staat die sapzoom stil en dan is alle energie in de wortels. En dat is een mooi moment. En de blaadjes zijn weg. Ja, de blaadjes zijn weg. Wat heb je meegenomen? Ik heb nu smeerwortel meegenomen. Maar zo grappig, want die zijn we dus nu op dit moment aan het verpoten ook. En we zijn er zelf van aan het maken. En er was toevallig een klant bij mij die regelmatig luistert naar Omroep Flevoland. En die zegt, ja, je moet een keertje over smeerwortel gaan hebben. Dus smeerwortel? Smeerwortel. Dus lekker bij deze ook. Op verzoek eigenlijk. Wat is smeerwortel voor een wortel? Dat is... Is het een wortel? De wortel wordt meestal wel... En dat was wel mooi, waar deze aan het uitgraven. En er was zo groot, dacht, oh, die neem ik gewoon helemaal mee naar de studio. Maar het is niet een wortel die we kennen, die we van de wortels... Nee. Met het mooie oranje. Nee. Het is echt een plant, hij groeit. Ik denk als jullie hem zien, kennen hem wel. En met van die paarse bloemetjes. Hij groeit vaak aan de waterkant. Een beetje groot blad erbij, of is het een blad van iets anders? Ja, groot blad erbij. Kijk, dit zo. Ja. Het is ook een beetje behaard. En met van die hangende kelkjes. Waar ruikt het naar? Eigenlijk nergens. Beetje groenig, beetje saai. Ja, een beetje saai. Het ruikt naar, weet ik veel. Het is ook familie van de borage, hè? Weet je wel, die met die paarse komkommerkruid. Met die paarse Ja. Of blauw. Het ruikt gewoon naar aarde. Beetje muf. Ja, ja, aarde. Ja, het is hele... Aardelig. Maar wat kan je ermee doen? Hij mag niet inwendig gebruikt, want er zitten een aantal stoffen in die giftig zijn. Dus hij mag alleen maar uitwendig gebruikt worden. En dan maken we er zalf van. En die is heel goed voor spieren, pezen en gewrichten. Dus als je sportblessures hebt... Maar als ik dit zo zie, dan denk ik sowieso al niet voor inwendig gebruik, hoor. Nee, ja, het kan wel. Ja, hij ziet er toch ook niet zo heel beroerd uit, of... Ik weet niet wat je gewend bent. Oh, inwendig. Marlies, we maken er dan thee van. Hallo, even centraal. Even centraal. Ja, even naar Ome Bas luisteren. Sorry. Marlies, je maakt er een zalf van. Ja. Maar maak je die van de wortel of juist van de wortel? Of van de bladeren? Nee, van de wortel. Die graaf je uit in het voorjaar ook weer. Of in het najaar. Want dan is de energie dus weer in de wortels. En dan heeft hij de meeste energie. En die graaf je dan uit en die was je schoon. Die snij je in stukjes. En dan laat je dat trekken in de olie. Of kokosvet kan bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. En dan laat je dat pruttelen, au bain marie. En dan neemt de olie de werkzame stof op. En dan heb je eigenlijk al massageolie. En ik doe er dan nog een beetje bijwas bij om het smeerbaar te maken. Wat is het werkzame bestanddeel wat erin zit? Er zijn er heel veel. Maar noem er eens hoofdzakelijk. Er zitten alkaloïden in, maar die zijn dus giftig. Ja. En die werken ontkrampend. Hoe filter je die eruit? Of heb je die gewoon ook nodig? Ja, die heb je eigenlijk wel nodig. En op de huid blijven ze wel redelijk op de huid. En zijn ze niet inwendig giftig. Maar je kan het dus niet inwendig doen. Nee. Omdat ze dan giftig zijn. Tenminste giftig. Ze blijven op de lever zitten. En daar worden ze gestapeld, zeg maar. En dan op lange termijn is het giftig. Oh. En wat zit er nog meer in? Alkaloïden, slijmstoffen. En die verzachten de huid, zeg maar. En die, ik weet niet, hebben jullie wel eens lijnzaad gegeten? Weet je wel, lijnzaad, als je dat weet in het water. Ja, er zit ook heel veel slijmstoffen in. En die slijmstoffen die brengen zeg maar een beschermlaagje aan op de huid. Maar ook op de slijmvlies, op de luchtwegen. En je hebt de darmen bijvoorbeeld ook, als je darmen geïrriteerd zijn. Oh. Nou, dan moet ik dat eens even gaan nemen. Ja, wel eerst weken de lijnzaad. Ja, oké. Okay. Want anders dan onttrekt het vocht uit de darmen. En dan krijg je juist weer verstopping daarvan. Oh, nou, op een moment kan wel geen verstopping genoeg zijn. Oh, maar goed. Erg. Ja, soms kan je dat zo hebben, inderdaad. Ja. Echt. Oh. Een betere relatie met de wc-pot dan met mijn vrouw. Oh, dat maar goed. Is erg. Ja, op vakantie geweest er wat speerts gegeten of zo. Ik denk het. Maar je bent al 4 weken terug. Ja, een restantje van een salmonella of zo. En dat kan heel lang blijven. Ja, dat komt dan. Is dat besmettelijk? Ja. Zeer besmettelijk. Nee, joh. Nee, dat niet. Dan moet je iets doen om je darmflora weer te herstellen. Ja, in ieder geval. Maar helpt dat daar ook bijvoorbeeld mee? Nee, smeerwortel niet. Die helpt echt alleen maar voor spierpezen en gewricht en neuzingen. Maar de lijnzaad wel, hè, waar je het net over had. Dat kan eventueel een beschermend laagje geven. Ja.
Ja, en ook wel, die bindt ook de gifstof. Het is wel goed om even te doen. Oh. Dus gewoon lijnzaad kneuzen een beetje. En dan in water laten weken. En dan, dat drinkt dus wel heel slijmerig. Zo. Maar het bindt ook alle gifstoffen aan zich. Dan weet je zeker, dan komt het er aan alle kanten uit. Na vermengd met een goede bak kwark, krijg je alles binnen. Ja, dan kan het helemaal. Ja. Ja, nou ja. Toch. Zie ik me al zitten, we dwalen af, jongens. Ja. Ik probeer het een beetje goed te laten lopen, dit maar allemaal. Dit loopt allemaal helemaal mis. Sorry. Dit was de smeerwortel. Wat heb je voor zo meteen nog voor ons? Nou, dan wil ik eigenlijk wat vertellen over kruidwandeling die ik ga doen over 2 weken. Gezellig. Leuk. Marlies Engels van de Pool de Kool is hier nog steeds in de studio. We hadden het net over de smeerwortel. Ja. En we gaan het nu hebben over de kruidenwandeling die je binnenkort gaat organiseren. Ja, 14 september. Zaterdag is dat, als het goed is. Ja, als het goed is wel. Ja, hè? Ja. Om 1 uur. Niet goed is ook. Ja, het is vrijdag de 13e, die dag ervoor. Ook spannend. Maar in ieder geval... Kom ik niet bij je in de buurt. Nee, hè? Nee, dan... Geloof je daarin dan, die vrijdag de 13e? Nou, een beetje wel. Waarom zou het lot tarten, weet je wel? Ja, dat wijkt het gewoon. Ja, maar zou je nou echt niet onder een ladder doorlopen? Nee, ik doe het gewoon bijvoorbeeld zwarte kat. Voor hetzelfde geld komt het uit. Nee. Moet je niet doen. Nee, ja, je moet toch een beetje voorzichtig zijn zo'n dag. Nee, dat is wel, hoor. Jawel, ook vrijdag de 13e. Nee. Ja. Goed, we hebben het over zaterdag. Maar het is zaterdag de 14e. Dat is het zaterdag de 14e. Als het goed is, hebben we dan vrijdag de 13e overleefd. Ja. En dan gaan we... Een beetje mazzel. Om 1 uur bij het zand. A72 is dat, aan de Bronsweg. Kennen jullie dat? Nee. Dat is bij mij in de buurt, want ik zit in het biologisch landbouwgebied met de kruidentuin. En Flevolandschap heeft daar ook nog een natuurgebied liggen. En dat heet dus het zand. En dat was een zandgraving ook in het begin. Voor de bouw van Lelystad is dat gebruikt. En een opslag van zand en bouwmaterialen, zeg maar. En dat is, dat werd langzaam, kwam er allerlei mooie planten en zo. Dus dat heeft... Ja, dat is een natuurgebied geworden. Maar dan ga jij doorheen lopen? Ja. En laten zien wat er allemaal is? Ja, ik verzamel daar ook al regelmatig. Braamblad haal ik daar altijd. En brandnetels en klaver en weegbree, inderdaad. Dus ik haal er al van alles uit om te oogsten. Ik heb ook toestemming van Flevolandschap zelfs. En ze hebben zelfs, dat is helemaal mooi, ervoor gezorgd dat ik eco-keurmerk heb voor dat gebied. Dus okay. Het is ook helemaal echt biologisch. Gefeliciteerd daarmee. Ja, is super gaaf. Maar je gaat ook gewoon... Dan ga ik dus daar wandelen. Om je gaat gewoon van A naar B, dwars door het gebied heen. Nee, en dan gewoon kijken wat er allemaal wat je tegenkomt. Ja, ik heb dan een mooie route uitgestipt. Niet zomaar rechte lijn hups, maar we lopen een beetje zo langs de plantjes. Ja, maar dat bedoel ik ook. Maar je hebt niet zelf daar dingen geplant dat je onderweg hebben. Nee. Dat wil ik ook helemaal niet doen. Het klinkt wel heel aantrekkelijk om dat te doen, maar ik ga de natuur niet manipuleren, zeg maar. Ik probeer hem echt te... En soms is dat voor mij heel jammer, want er verdwijnen opeens soorten, omdat ze gewoon verdwijnen, omdat de grond verandert. Of... Mm-hmm. Hoeveel mensen lopen er mee, denk je? Ik hoop een stuk of 10 ongeveer. Dat is altijd een leuk clubje. Ja. Ja. Dat is ook een beetje het maximum. Ja, 12 hooguit, maar daarna weet je dan... Dat is ook wel gezellig. Ja. Dan wordt het gezellig. Hoe lang duurt het tocht? Ik geloof 1,5-2 uur zo'n beetje, ja. Mm, en dan onderweg mag je ook wat dingetjes meenemen of zo? Is dat we beginnen meestal met een kopje thee. Dus ik neem een mandje mee met thee en kopjes en dat soort dingen. Weegbree thee? Ja, weegbree ik moet eens kijken, brandnetel thee. Dat is altijd wel leuk voor de mensen om kennis mee te maken. Maar die hebben er zo vaak over gehoord. Brandnetelkaas, brandnetelsoep. Ja. Heel weinig mensen hebben het nog maar gegeten volgens mij. Ja, dat is sowieso. Het is heel leuk, want als je zo'n wandeling begint... dan hebben mensen ook eerst iets van, hoe kan je dat wel eten? Ik stop altijd meteen alles. Nou, moet je dit... Brandnetels ook? Eet jij brandnetels? Ja, als je die een beetje zo wrijft... dan ben je de prik heel snel kwijt en dan kan je het wel gewoon eten. Ja. En als je ze gewoon even in het warm water doet... dan is de prik ook al weg. Dus dat valt wel mee met die prik. Ja. Het is meer de naam. Erger dan het is. Ja, dat is kikkerbilly. Nee, maar ze prikken wel echt, hoor. Ik wil net zeggen. Heel vervelend. Echt heel erg. Heb je er last van dan? Ik wel, hoor. Ja, vroeger wel eens gehad ook, maar ik blijf er ver vandaan. Als je in de tuin, weet je wel. De tuin wel een beetje wil... Je loopt even langs zo, hups, meteen... Maar aan de bovenkant kan het niet, hè? Het is alleen aan de onderkant van het blad, toch? Wat prikt, of net andersom? Net andersom. Je moet bovenkant onderen, wel, onderkant niet. De thee ervan is heerlijk. Ja. Ja, en de kaas ook, hoor. Vind ik heerlijk. Ja. En heel gezond, goed. Hè? Wat kost het om mee te doen? 7,50. Moet je nog inschrijven van tevoren? Even een mailtje sturen naar poddekol@apenstaartjeplanet.nl.